Ik ben Augustijn Fauré, vader van twee kindjes, een dochter en een zoon. Wij wonen op de grens met Kaprekke. Het is eigenlijk nog net Eeklo, maar we wonen echt wel tussen de velden, dus een beetje op de boerenbuiten, gelijk dat we hier zijn. Het is daar heel rustig wonen, dus we wonen daar ook heel graag, horen 's morgens de vogeltjes fluiten. Maar toch zitten we eigenlijk op 5 minuten van het centrum. Ik werk bij Forest Plus. Forest Plus is dus een algemene schrijnwerkerij die zowel ramen en deuren in hout maakt. Maar daarnaast doen we ook interieurinrichtingen. Dat gaat van maatkasten tot trappen tot deuren. Wij stellen 25 mensen te werk, waarbij dat iedereen zijn eigen specialiteit heeft en zijn eigen talenten. Dit jaar hebben wij de Houten Baksteen gewonnen in de categorie Project van het Jaar. Dat is een award die uitgereikt wordt door BouwUnie. Dat is over de inrichting van een kantoorgebouw. Dat is een project waar we toch 1 of 2, 3 aan meegewerkt hebben. Het is ook een heel leuke erkenning voor Forest Plus, omdat we daar als team, dat eigenlijk daar iedereen aan meegewerkt heeft. En ook wel voor Eeklo is dat wel een mooie erkenning toch, omdat dat ook nog wel een keer toont welk vakmanschap dat er eigenlijk in Eeklo aanwezig is. Ik kom graag in Eeklo, omdat Eeklo toch eigenlijk wel heel wat te bieden heeft. En dat wordt soms vaak ook wel onderbelicht. Want in Eeklo vinden eigenlijk toch heel wat diensten en faciliteiten terug die je gewoon in een dorp of in een gemeente niet altijd terugvindt. Vandaar dat Eeklo toch wel een ruim aanbod heeft. En dat gaat van cultuur, horeca, tot sport, tot scholen, tot onderwijs. Dat je eigenlijk in Eeklo toch wel een allesomvattend geheel vindt om kinderen en mensen eigenlijk te laten leven, te laten opgroeien. Vandaar dat het eigenlijk wel aangenaam wonen is in Eeklo, omdat alles op een kleine afstand toch bij elkaar zit. Qua ondernemen is het in Eeklo eigenlijk ook wel fijn om te ondernemen. Zeker nu de laatste jaren er toch wel heel wat beweging op Eeklo. Vlak van mobiliteit komt in Eeklo. De ring die er nu eindelijk doorkomt, die toch als katalysator zal dienen voor de ontsluiting van het industrieterrein, voor het economische leven, maar ook voor de leefbaarheid van het centrum.